Het CDA en de ChristenUnie hebben vragen gesteld aan het college van BMW over de kamerverhuur aan studenten in Selwert. Volgens de partijen is er in Selwert sprake van illegale kamerverhuur. Ook wonen in sommige straten veel meer studenten dan de toegestaande 15 procent. CDA en ChristenUnie willen weten hoe vaak de gemeente hierop controleert en wat er gaat gebeuren met panden die zonder vergunning bewoond worden. Zo'n 17.500 stadjes hebben moeite met lezen en schrijven, blijkt uit cijfers van de gemeente. Dat is 12% van de bevolking. En 1 op de 4 kinderen blijkt de basisschool met een taalachterstand te verlaten. Om iets aan de zogeheten lage letterdheid te doen, wil de gemeente dit thema allereerst bespreekbaar maken. De voorlichtingsmarkt in de Mediacentrale bij de Euroborg over de aanpak van de Zuidelijke Ringweg is met een week verlengd. De gemeente en de provincie willen zo meer mensen de gelegenheid geven zich te laten informeren over de diverse plannen om de verkeersdrukte op de Zuidelijke Ring op te lossen. Ook kunnen bezoekers hun mening geven over de plannen. Dat hebben inmiddels 300 mensen gedaan. In totaal zijn er zo'n 2000 bezoekers geweest. De laatste tijd zijn er veel klachten over overvolle vuilnisbakken en rondslingerend afval in het Noorderplantsoen. Maar enkele onverlaten maakten het wel erg bond door twee vuilcontainers in een van de vijvers te dumpen. Geen fraai gezicht voor de bezoekers van het Noorderplantsoen. En deze eend, die negeert de vreemde gast in het water maar.